We gaan het vandaag hebben over improvisatie. Wat gaan we doen? Heeft er iemand een idee? Ik heb niks voorbereid. Dat zou heel stom zijn als ik iets ga vertellen over improvisatie en ik heb een plan gemaakt. Zo van, als het me goed gaat. Ga ik het allemaal achter elkaar doen? Nee. Het gaat over improvisatie. Maar het gaat ook over iets anders. Het gaat over de volgende drie dingetjes. Ga je iets opschrijven? Over dit. Het heeft allemaal met muziek te maken. Beat. En swing. En die twee samen, die leveren iets op. Heeft ook met muziek te maken. En we gaan eerst even zoeken met z'n allen. Dit is geïmproviseerd, dat had ik niet gepland. We gaan zoeken met z'n allen wat dat zou kunnen zijn. Doe een klein oefeningetje mee en daarna ga ik jullie wat andere verhalen vertellen. Beat. Beat, is dat iets wat stevig is, stabiel, poot op de grond? Of is dat iets wat een beetje zo in de lucht hangt, losjes, flexibel is? Zoek maar. Stevig is duidelijk, hè? Beat. Dus ga ik bij jullie eens introduceren. Dat is bij muzici, er zitten een aantal muzici in de zaal, en niet de minste muzici, maar iets wat muzici heel goed weten, de één. De één. Heeft iemand ooit van de één gehoord? Dan moet je niet meteen denken aan Reilly en de één. Als je een beetje muziek maakt, een pauze, dan heb je het continu over de één. Je moet zorgen dat je op de één begint. Begin jij op de één? Nee, ik begin voor de één. Mensen zeggen ook, ik begin op de twee. Of op de van de drie. Of op de utte van de vier. Net iets tevoren, net iets later. Er zijn mensen die houden van lazy timing. Dus er is wel timing, maar die zijn een beetje lui, zitten er een beetje achteraan. Dus het heeft met tijd te maken, dit. De één. Werkt als volgt. Ik ga gewoon even een stukje tellen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Probeer het liefst te klappen op de 1. Ik tel gewoon door. 1, 2, 3, 4, 1, 2, oh, wauw, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Oké, te gek. Nou, die is dus stabiel, hè, stevig. Waf, die staat. Als je nou wilt gaan swingen, ik zoek even een stukje op van James Brown. Deze is dan een leuk. Probeer nu eens of jullie bij deze, het is grappig, de 1 kunnen vinden. Je mag voor je de klap. Ja. Er zijn twee manieren. Ja, er zit ook een drum in de zaal. Waarom zijn er twee manieren? Waarom zijn er twee plekken waar de 1 zou kunnen liggen? Geen tijd. Maar er zijn vooral... Er zijn twee beats. Er zijn twee beats. Dat is interessant. Maar het gaat om de 1. Je kunt dit doen. Wat de meeste mensen doen. Dat is heel goed. Dit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Nou, de meeste mensen doen eigenlijk dit. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Als je deze doet. 1, 2. Doe maar even mee. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Is prima, hè? 1, 2, 3, 4. Dan moet je eens voor de gein zo gaan tellen. Wacht maar eens. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Zoek de beat. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oké. Swing. Als je wilt gaan swingen, als je een swingend ritme wilt gaan maken op wat voor soort van muziek, dan zijn de meeste Nederlanders, Belgen, Luxemburgers, Noeren, Zweden, Denen en Oostenrijkers gewend om dit te gaan doen. Ik vind het heel moeilijk. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Of dit. 1. 2, 3, 4. Prima, swingt op. 4. Probeer maar eens mee te doen, dus meeklappen. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Dus wat doen wij? Wij tellen op de 1 en de 3. Wij denken, wij Hollanders, Denen, Zweden enzovoorts, wij denken dat dat swingt. Pak een willekeurig voorbeeld. Wie heeft er iets in? Nou ja, ik kan het verzinnen, maar goed, maar als je iets wilt checken, bijvoorbeeld lang zal ze leven, hè. Lang zal ze leven. Je gaat tellen. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Lang zal ze leven. Lang zal ze leven. Zwingt dit?
Hoe zou je kunnen laten swingen? De meeste mensen uit andere landen dan Nederland, Denemarken, Zweden, Luxemburg, Noorwegen, Finland, bijvoorbeeld uit Zuid-Amerika, Spanje, waar het wat warmer is, die doen wat anders. Die denken, ja, leuk, die beat, leuk die één, maar die gaan wat anders doen. Die gaan denken, nou, oké. Je hebt een beat, maar dan heb je ook vast wat anders. Dat noemen ze dan de afterbeat. Waar zou de afterbeat liggen? Dit klinkt heel raar, waar zou de afterbeat liggen? Maar met die informatie van die één, zijn jullie nu al stiekem allemaal muzici aan het worden. Dat hebben jullie nog niet in de gaten. Maar let op, over een uur, dan denken jullie, ik wist niet dat ik muzikus was. En waar zou nou de afterbeat liggen? Bij de N. Bij de N? 1 en 2. Dat is al een hele virtuose. Daar ben je al een stapje verder. Het is simpeler. Het is interessant dat jij zegt. Oh, op de? De 2. 1, 2, 3, 4. Moet je dat maar eens proberen. We gaan zo tellen. 2, 3, 4. Eerst even de 1 en de 3. En we tellen even lang. Dus 1, 2, 3. Doe maar even mee. 1, 2. Even checken of dit schuift. En nu gaan we stoppen. En luister maar even naar mij. En probeer maar even te horen eerst wat er gebeurt. 2, 3. Doe maar mee. 1, 2, 3, 1, 2. Het is heel anders. Het is swingend. We kunnen hem ook snel gaan tellen. Is hij ietsje moeilijker? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. En nu ga ik op de 2 en de 4 tellen als hij snel gaat. Oh, dit wordt ingewikkeld. Nou, dan kunnen we het wel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo, merk je wat er iets in je lijst gebeurt? Je ziet vaak van de muzici, die doen dit, hè? Die beginnen zo met een song. Let maar eens op, als een muzikus die telt af, hè, met je jazzfiguur of zo, die zegt dan niet. Oh, begin. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Dit is op de tel. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Op de 2 en de 4. Er is een drummer in de zaal, die zit daar. Vertel eens eventjes, Noah, als jij een... nou, dat doe ik het al, hij verklapt het al, maar hij wist het toch al. Als je de beat, deze hè, waar wordt die op een drumstel mee gespeeld? Met de bassdrum. Stabiel, baf, die staat hè. En waar, wat wordt gespeeld? Waar, wat wordt gespeeld op 2 en 4? Dus een snare. Dus als je dit doet, toen, tak, toen, toen, tak, toen, tak, toen, toen, tak. Je hoort het al, het ene is stabiel, bof, zet eigenlijk duidelijk neer. Dit is ons kader, die zit weer vast. En de tweede is die 2 en die 4. Nou zou je denken, die 2 en die 4, die ligt vast. Die is net zo stabiel en strak als die 1. Dat is niet zo. Als je gaat werken als muzikus in blues, in jazz, in funk, dan wordt je verteld, je moet wel even zorgen dat die 2 goed ligt. En die 2 goed ligt, dat is toch duidelijk, toch als een metronoom. 1, 2, 3, 4. Nee, nee, nee. Je kunt daarmee spelen. Je kunt het ietsje eerder doen. Ietsje later, wat ik net vertelde voor lazy timing, langzame timing, is die 2 net even ietsje later. Toen, ka, je kunt het soms niet meten, maar wel voelen. Boem, ka, boem, boem, ka, boem, ka, boem, boem, ka. Dat is heel lekker vaak als je een drummer dat hoort doen, want dan word je relaxed van. Dezelfde drummer doet dit. Toen, ka, toen, toen, ka, toen, ka. Ik overdrijf een beetje, dat jullie kunnen horen. Die zit voor in de tel, heet dat dan. Je kunt het ook misschien meten, maar soms is het meer een gevoel. In het ene geval denk je, oh, alles blijft lekker traag en loom en lazy, en het andere versnelt. Beat en swing. Als je die allebei op elkaar afstemt, en dat is eigenlijk de essentie van het verhaal vandaag, zoals we zullen zien, dan ontstaat er iets wat ook een muziekterm is en waar je eigenlijk als muzikus altijd naar streeft. Probeer eens wat woorden te roepen die te maken hebben met ritme. Dit is een Amerikaans, Engels woord. En dat woord bepaalt eigenlijk of het lekker klinkt qua ritme. Harmony. Harmony? Ja, we hebben hem al. Harmony is een goed woord omdat het ook te maken heeft met hoe verschillende gedeelten samenwerken. Dus ze werken eigenlijk harmonieus samen, maar het levert op groove. Die twee samen levert op groove. Ik neem jullie even mee naar het jaar 1962. J.
James Brown. Wie kent de James Brown? Van gehoord? Ja, er zijn mensen die hebben er nog niet van gehoord. De meeste kennen ondertussen. Wie kent er? Hij had heel veel bijnamen. Die heel veel zeiden over zijn rol in de soul en in de funk en de blues. Wie kent er een bijnaam van? Godfather. Godfather of soul is al een heel belangrijke. Een slokje water. Oké. Wat hebben we nog meer? The hardest working man in show business. Meestal als hij een optreden had, dan werd hij 17 keer aangekondigd. And here he is. Ik heb hem nog live gezien op Nasty Jazz Film. Here he is. En dan kwam er een heel verhaal, maar nog niet die, de hardest working man in show business. Huh? En dan kwam er dus iemand op, en dat was hem dan helemaal niet, dat was dan nog een saxofonist. But now, here he is. En dan kreeg je weer een verhaal, dan kwam er nog een keer een extra achtergrondzanger. En dan ongeveer een kwartier kwam James Brown op. Was ondertussen de spanning zo hoog opgelopen, en dan ging hij echt helemaal los. Hij had nog een bijnaam. Soul Brother Number One. Het verhaal gaat dat hij ook als bijnaam had Soul Brother Number 98724. Omdat hij wel eens een keer in de gevangenisstreek kwam. Dus dan werd net het registratienummer uit die periode van zijn leven werd dan achter zijn Soul Brother geplaatst. James Brown zou een heel beroemd optreden gaan doen, achteraf beroemd, in het Apollo Theater in Chicago. En hij had een ideetje voor een song. Hij dacht, ik ga een song. Moet iets te maken hebben met groove, moet een beetje swing, beaten. Get up, was een beetje, wat is leuk, get up. En hij zag zo voor zich, ik ga dat zingen, iemand anders gaat die backing zingen, get up, oké. Feel on the scene, like a factory, like a sex machine. Ja, leuk, like a sex machine. Oké, dus hij dacht, die is een band. Dus hij zegt tegen zijn band, jongens, ik ga even de stad in, ik heb even wat te doen. Neem jullie even voor mij een backing track op. Backing track is de achtergrond, hè, dus de drums, dan krijg je de bas, meestal twee gitaren. Ze dus hebben er ook nog andere, hè, veel blazers en van alles nog wat erbij, maar dit was echt de basis van de band. Neem maar even wat op, kom ik straks terug en dan ben ik benieuwd wat het geworden is. Oké, nou die band zegt, dat gaan we doen. De bassist. Die denkt, oké, James, ik zal je eens even wat laten horen. Wat dacht je bijvoorbeeld van zoiets? Zoiets had hij met je geoefend. Denkt hij, nou, dat gaan we opnemen. Dus dat deed hij dan dit. Nou, dat was een gitarist die zei van, oh, dat kan ik ook. Ga ik dit doen? Nou, die andere gitarist had van, oh, dit kan ik niet achterblijven. Dat is leuk. Dus die deed dit. En die zegt, jongens, hebben jullie wat opgenomen? Ja, we got something, it's really great. Really great. Oké. Nou, dan gaan we meteen. Ik ga meteen. Tape running, zet maar aan, we gaan het doen. Gaat ie. 1, 2, 3. Get up. Get on up. Get up. En hij stopt acuut. Stopt hij de opname. Acuut. Hij zegt van, what the funk? Kennen jullie die uitdrukking? What the funk is going on here? What the funk? Hoezo hebben wij iets verkeerd gedaan dan? Ja, jongens. Ja, maar moet je nou luisteren? Het is toch te gek? The first thing we're gonna do is erase this. Dit is zo. This is history. Weg. Is nu weg. Zit er alleen maar met die drums op. Moet heel anders. Ja, maar hoe dan? Jongens, zet eens even je instrumenten weg. Zet eens even je instrumenten weg. En luister eens even heel goed naar mij. En die luidt, ik even, ja, wij zijn muzici. We gaan toch niet zitten, of denken, of praten. Nee. Wat? Ik heb een vraag. I got a question.
What is the intention of what we're doing? Wat is onze bedoeling eigenlijk? En zij gingen dus een beetje, lekker spelen. Laten horen wat we allemaal geleerd hebben. Lekker funken, whatever. Nee. Wat is nou eigenlijk onze bedoeling? En ze gingen zoeken. En na uren zoeken, kwamen ze uit bij het volgende. En ze hadden een oplossing. En toen zei James, ik zal het eerst even laten horen wat ik eigenlijk bedoel. Misschien kunnen jullie daaruit afleiden wat de conclusie was van hem. Hij kon zelf ook een beetje spelen. En hij zei, oké, we zijn er nu op uitgekomen dat dit de partij wordt. Iedereen kan dan dit doen. Alle tijd. Gaan zingen, dan krijgen we dit. 1, 2, 3, get up, get on up. Die derde kan weg. Die hele laag kan ertussen uit. We kijken, dit gaat dan weg, zo. Dit is voldoende, die eerste twee. Get up, get on up. Get up, get on up. Stay on scene. Relax the machine. Get up, get on up. Even tussendoor, doe even de beat mee. Ik wacht even dat jullie mee. Wanneer de beat? Ja. Yeah. Twee manieren kan. 1, 2, 3. Dit is de beat, right? Nu tellen we dus lekker lang. 1, 2. Nu gaan we weer. Andere tellertjes. De 1 en de 3 is dus. 1, 2, 3, 4. Oké. Okay. Nu gaan we 2 en de 4 doen. Yay! Voel je dat je hier meer ruimte hebt? Hier kun je een beetje naar zoeken. Hier gaat je lijf op een van die stukjes. Get up. Wat zou nou de conclusie geweest zijn van James Brown? De vraag was, waar gaat het om? Wat is onze bedoeling? Wat zou eigenlijk de essentie van het verhaal van James Brown zijn geweest? Wat bedoel je? Hij haalt dingen weg. Perfect. Hij haalt dingen weg. Dus wat ontstaat er? Ruimte. Ruimte is het woord hier. Er ontstaat ruimte. Dit kun je sowieso heel makkelijk gebruiken als een metafoor voor van alles en nog wat natuurlijk. Hè? Dus je hebt ruimte. Waarom? Wat doet die bassist? Die laat ruimte voor zichzelf, interpretatie, maar ook voor de andere instrumenten. Die weet al, ik hoor wat, er is wat. Ik speel het niet, maar ik hoor wat. Dit is de essentie van het verhaal. Je weet, er is wat. Je hoort het niet, maar ik voel hem wel. Ik heb aandacht voor iets wat eronder ligt. Iets wat op een van je aanwezig is. Een beat, een swing, het is. Ik hoor. Ik doe my part, ik laat ruimte voor de rest. Wat ontstaat er uiteindelijk? Ruimte voor het verhaal. En dat is waar het bij waar het James om ging. Het verhaal van James Brown. My story. I've got a story to tell. It's about a sex machine. It's about get up, get on up. Get up. Als je deze versie hebt, deze laatste. Get up, get on up, get up, get on up, stay on the scene. Merk je wat ik hier doe? 2, 3, 4. Get up, ik ga dit kan. Get up, get on up. Zien jij, voel je dit? Get up, get on up, get up, stay on the scene. Nu hoor je het verhaal van James Brown. Het punt is, hij verplaatst zich binnen het publiek. Want wat zeggen die lui van die band? Ja, maar we weten toch waar het over gaat. Dat is nou juist het punt. Het gaat niet om dat wij het weten. Het gaat erom dat wij de essentie van ons verhaal bij het publiek krijgen. Metaforen kun je zo overal invullen. Bij de klant, weet je wel. Verplaats je in wat de ander van jouw verhaal moet horen. En bedenk dan, er is al iets. Er is van alles nog wat gaande. Er is een onderliggende groove gaande en daar ga ik op inspelen. Dit is wat James deed. Nu gaan we naar de blues.
Er was dus een klein jongetje. En die heette Jimmy. Kwam uit Waddinxveen. Jimmy Hendricks heette hij met zijn achternaam. Hendricks. Jimmy Hendricks. Nee, hij kwam niet uit Waddinxveen, hij kwam uit Amerika. En Jimmy Hendricks speelde een beetje gitaar. Was helemaal niet zo'n geweldige gitarist nog. Er zijn veel mensen die denken op een of andere rare manier, daar heb ik mijn water neergezet, daar. Op een of andere rare manier kon Jimi Hendrix, een van de meest geniale Fumulos gitaristen ooit, al gitaar spelen toen hij geboren werd. Weet je wel, zo achterin, in de wieg, achterin zijn tanden. Het eerste wat hij deed was met zijn, dat kon hij allemaal nog niet. Hij heeft dat moeten leren. En hij heeft dat geleerd onder andere, zie je het voor je? Onder andere van zijn oom, James. James Marshall. Nee, niet James Marshall, James Hendricks. Het zat in een beentje. En Jimmy had een aantal dingen geleerd. Geoefend. Hij ging de blues, ging hij spelen. Ze deden veel blues in die tijd. Blues, soul, jazz, dat was de bakermat van heel veel muziek. Ook van Jimmy Hendricks. Hij deed bijvoorbeeld dit. Kijk of ik iets kan spelen voor jullie. Bluesje. De blues toonladder. Wat was dat nou? Dat was theorie. En dat was goede theorie, want dit was het soort theorie wat uit de praktijk komt. Jarenlang hadden allerlei dingen geleerd. En daaruit hadden een aantal slimme lui iets gedestilleerd. Die zei van, oh, weet je wat, als we die en die en die en die en die en die en die, die kijken, dan komt er iets uitrollen. Dat noemen wij de blues toonladder. En als je die gaat doen, heb je houvast, heb je stabiliteit, heb je een beat, daar kun je van uitgaan. En als je dat gaat doen, dan kun je gaan spelen, dan kun je dus bijvoorbeeld dit doen. Dan kun je een beetje weer spelen. En zie je dat doen. Hij was aan het repeteren en hij deed dit. Toen zei zijn oom, wauw, te gek. En zei, oh, die is fout, die is fout. Nee, die is te gek, doe die nog eens. Nee, die is fout. Ga hem vanavond maar eens proberen bij ons optreden, die noot. Die is echt te gek, die is fout. Oké, samen zal een optreden en Jimmy ging spelen. Oh. Sorry, folks, sorry, was wrong. En dan ging weer door. Dag daarna, bespreking ervan. En James zegt, doe nog eens die noot. Ja, die is fout. Nee, is niet fout. Hoe is dit? En terwijl je die noot speelt, moet je vanavond eens strak het publiek in gaan kijken. Moet je dit doen. Dat is toch raar? Nee, doe maar eens. Want hoe werkt het? Het is alleen maar fout. Als je denkt dat het fout is. Als jij er strak bij kijkt, dan gaat er iets raars gebeuren. Doe maar. En het publiek, hoe reageert het publiek? Wow! Geniaal! Briljant! Wat een vernieuwer! Hij had zijn truc ontdekt, dus wat deed hij de avond daarna? Nou, toen was hij van de dag. Ineens was hij de belangrijkste invloed geworden op van alles en nog wat. Want alle jazzgitaristen, fusiegitaristen, die gingen zoveel mogelijk fouten noten zoeken. Nou, daar waren er heel veel fans van. John Scofield was iemand die werkte samen met Miles Davis.
zit je goed, want Miles Davis was dé improvisator. Die improviseerde. Die had iets gepland en dan deed hij wat anders. Voorbeeld voor improvisatie. Stel je eens voor. We hadden het net, dus dat is een leuke. We hadden het net over dat je dingen kunt horen. Terwijl je denkt dat ze er niet zijn. Als je ze kunt horen, dan zijn ze er. Een vraagje. Zouden jullie nu zo vink willen zijn? Om zo direct als ik die blues speel. Je ogen even dicht te doen. En te luisteren en je voor te stellen dat je een, zeg maar, een blues mondharmonica hoort. Een blues harpje. Een klein mondharmonica soortje. In één keer komt dat uit de verte. En probeer je dat voor te stellen. En kijk maar eens wat er dan gebeurt. Oh, wat. Die ogen maar dicht als je wil. Dames en heren, Jervis, Groeneveld. Een meester op zijn instrument. Zo zie je maar, je gaat wat horen als het is. Het idee is dus dat je een fout kunt maken. En het is geen fout. Het is gewoon een afwijking van de norm. Want die bluestone-ladder is in feite gewoon een patroontje. Een regeltje, een setje regels. Als je het zo doet, dan gaat het prima. Dan heb je succes. Is waar, dan kun je geen buil vallen. En er zijn echt, er zijn mensen die hebben dat soort dingen gedaan. En deden alleen maar dat. En deden het fantastisch. B.B. King, die deed maar één noot. Andere nootjes ook, maar vooral één noot en dan op de goede manier. Dat kan ook. Maar je kunt dus een beetje de swing erin pakken, een beetje gaan spelen. Een beetje anders. En als je dat met overtuiging doet, nou ja, dat is een bekend verhaal. Improvisatie hadden we het over. Welk woord zit er in improvisatie? Dus improvisatie zit in deze hoek, hè? Swing. Deze stabiliteit, kader, waar je vanuit gaat, is altijd aanwezig bij improvisatie. En dan kun je gaan spelen daarmee. Welk woord zit er in improvisatie? Engels woord dat erin zit? Improve. Wat hoor ik daar? Provisie. Ja, provisie zit erin. Saté zit er ook in. Dus saté is eigenlijk geïmproviseerd vlees. Improve by improvisation. Je kunt bedenken, stel je voor je gaat deze oefeningen doen. Het is in ieder geval maar eens even gedaan. Hè, dat is het hele idee ervan. Maar je kunt putten uit veel meer mogelijkheden dan wanneer je al in je eigen kamertje zit. Je eigen patroontje, je eigen bluestone ladder. Want je hebt al je uitgangspunt. Het heeft te maken met je zekerheid, heeft te maken met je beat, met de stabiliteit die je hebt. Op een of andere manier denk je van, ah nou, maar dat is eng. Dat is even eng. En dan doe je wat en dan denk je, dat is raar, ik hoef daar dus niet bang voor te zijn. Ik kwam hier op deze opleiding om te leren om met theater om te gaan. Met mezelf als instrument. Hè, met mezelf als instrument. Dat wordt de volgende oefening. Mezelf als instrument. Willen jullie, ik pak even water, willen jullie dit eventjes voor mij met me meedoen? Toen. Je weet ondertussen waar de beat en de swing. Ga door. Achtergrondmuziek bij het vinden van water. Dit swingt als een gek. Komen kinderen er al bovenuit? Heel goed. Wauw, een backing track. Heel goed, ietsje harder. Heel goed. We gaan hem zachter doen. En die gaan we de magic in. Nu gaan we hem zo zacht doen. Dan gaan we door, hè. Zo zacht dat je hem niet meer kunt horen. Maar hij is er wel.
die weer met je hart. Tja, toen, tja, toen, toen, tja. Probeer te luisteren terwijl je doorgaat. Wat er gebeurt als je niks meer hoort, dan ben je een muzikus. Dan heb je het van binnen. Gaat hij weer. Zachter. En weg. En ga door. Voel je nog? Toen. Ik doe alleen de één. Toen. Toen. Probeer eens. We gaan hem even iets harder doen nu. Toen. Toen. De vraag is zo direct. Als we hem allemaal doen. Heel stil. Gaan we elkaar aankijken. Kijk gewoon met je rond. En dan probeer je of je kunt horen dat je samen dezelfde groove hebt. Ga het weer stil. Kijk eens rond. Is die kopjes gaan. Wat gek. Je denkt er gebeurt hier niks, maar er gebeurt hier heel veel. Right, weet je harder? Tja, toen, tja, kudum, toen, tja, toen, tja. Ik ga even een klein solotje doen. Jullie zijn de backing track. Ik improviseer dat. Ga bijvoorbeeld zo. Kudum, toen, takkidi, pum, kidi, pa. Toen, tja, kudum, toen, tja, kudugi, kpa, pa. Kudum, toen, toen. Geweldig. Wil er iemand een solotje proberen? Volgens de wetten van de improvisatie, dat betekent er kunnen geen fouten gemaakt worden. Tja, kudum, toen, tja. Als iemand dat wil, moet hij het gewoon doen. Wauw! Je mag erop reageren. Als je daar iets hoort, dan denk je van, dat is leuk, dan gaan we wat mee doen. Tja. Abel, wil jij wat proberen? Abo niet? Nou hè? Ook niet? Marieke? Tja. Even wat harder. 3, 4. Doem. Tja. Kedoem. Toen. Tja. Toen. We gaan klappen op de 1 en de 3. Tja. Toen. Tja. Kedoem. Toen. Dat is de Zweedse manier. Zweed voor een meter. En we stoppen weer. En nu de 2 en de 4. Toen. Tja. Yay. We gaan op lucht in. Kedoem. Toen. En die gaan we stukken en dan zul je merken dat valt mee. 1, 2, 3, 4. Ah! Er gebeurt nog wat, hè? Ik heb een opmerking gekregen ooit van iemand die meedeed aan zo'n workshop. En die deed deze oefening en die zei, goh, als ik dit nou had gedaan toen ik een jaartje of 8 of 9 was geweest, dan was ik muziek gaan maken in mijn leven. Want, ja, ik heb mijn hele leven lang gedacht, ik ben niet muzikaal. Ik dacht namelijk, als ik een instrument pak, bijvoorbeeld een gitaar, dan is dat een soort van vreemd körper, een raar ding. Ik probeer, dat kan ik niet, dat klinkt niet. Dus, misschien had hij net een vals gitaartje of piano. Ik ben niet muzikaal. Wat dacht hij? Je hebt een instrument, daar ga je wat op doen, daar moet je techniek voor hebben. Maar op een of andere manier komt daar niet iets uit waarvan ik denk dat het muziek is. Het is fout. Het past niet binnen mijn voorstelling van wat muzikaal is. Het is niet de toonladder. En wat hij nu meemaakte, ik heb het even met hem over gehad en het was voor mij ook een ontdekking, is op een of andere manier voelde ik dat zit van binnen. Als ik dit doe, toen, tak, toen, toen, tak, heb ik een instrument nodig. Dat kan een gitaar zijn, dus. Want ik heb het hier van binnen. Als ik hier, ik weet niet of deze hier, wat is dat vast, piano, toen, tak, willekeurig instrumentje, ik heb hier wat. Als ik dit doe. Wie maakt er nu muziek? Ik maak muziek, niet het ding. Ik moet de techniek leren. Ik moet leren, hoe sla je dit hier tegenaan? Hoe sla je dit hier tegenaan? Als ik dit kan. Wat gek, een multi-instrumentalist. Hij speelt zowel cola als flip over. Hij speelt ook kaas. Ik kan het demonstreren, ik heb het niet bij me. Ik speel ook Sili Puti, van wie je het nog kent. Ik speel scooter. Je kunt overal op slaan. Je moet alleen de tijd hebben en een beetje doorzettingsvermogen om een instrument te gaan leren. Dus multi-instrumentalist zijn is in feite een muzikus met heel veel tijd. En af en toe geld om een instrument te kopen. Dat is het idee. Want het talent, dat hebben we allemaal. We hebben allemaal ritmegevoel en we hebben allemaal gevoel voor die beat. En we hebben allemaal gevoel voor die swing. Hoe komt het nou dat de meeste mensen in Nederland, België, Zweden,
Wij hebben in het algemeen, niet generaliseren, maar een minder swingende muziekcultuur van mensen in andere landen. Als je kijkt naar onze volksmuziek, dan zit daar meestal het volgende swingende ritme in. Hans Boer die heppenpeert. Dit. Nou ja, stel dat je hebt Hans Boer die heppenpeert. Dat zou al anders zijn. Je hoort af en toe pogingen van goed bedoelende muzici die denken wij gaan de swing erin brengen. En dan krijg je hele rare platen. Ooit een keer een plaat met Sinterklaasliedjes gehoord. En dan zitten dan gefrustreerde jazzmuzici die mogen dan een Sinterklaasplaat opnemen. En dat vinden de kinderen helemaal niet leuk. Dan gaat dat namelijk zo van Sinterklaasje kom maar, dat hoor je dan. Ping ping, ding hoor je marimba, fiba van Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht. Ah, zitten allemaal even. Werkt niet voor de kinderen, maar het geeft wel aan dat je dan probeert te compenseren, dat je probeert de swing erin te brengen. Waarom? Ervaren wij dat minder? Heel simpel, omdat we er niet mee geconfronteerd worden. Omdat we van jongs af aan er niet in opgroeien. En als je dat wel hebt, ga je naar buiten, hoor je muziek, wauw, toen kun je. En in één keer kun je salsa dansen. Die gaan meestal niet van, salsa betekent, waar zit ik ook alweer? Leren in feite met hun hoofd dansen. Allerlei dansen die mensen dan kunnen in hun hoofd. En op een of andere manier werkt het daar niet. Terwijl als je gewoon alleen maar erin opgegroeid en er een beetje mee speelt, blijkt dat iedereen wereldwijd ritmegevoel heeft. Want we hebben hier een soortement van ingebouwde metronoom. In veel gevallen is hij redelijk strak. Ook daar niet altijd, alleen als een keer een klein storentje in aanwezig zijn. Maar in wezen geeft dit de beat aan. De beat die ook een beetje los kan liggen. Het derde verhaaltje, daar wil ik dan mee gaan afsluiten, gaat over nog een ander iemand. We hadden James Brown, we hadden Jimi Hendrix. En we gaan even naar Keith Richards. Van welke band is Keith Richards, even checken hoe het zit met de algemene ontwikkeling. Van welke band is Keith Richards de gitarist? De Beatles, heel goed. Zo, Paul McCartney is van BZN zoals jullie weten. De Rolling Stones, Keith Richards. Jaren geleden, toen ik nog jong was en lang golvend haar had, was ik volgens mij 11, speelde ik gitaar. En toen had ik allerlei ingewikkelde dingen geleerd. Bijvoorbeeld dit. Nou ja, ik had wat dingen geleerd. En nou, dat was jazz dingen en fusion en zo. En toen zei een, vroeg een jongen uit een band, die vroeg, wil jij niet met ons meespelen, want we doen wat liedje van de Rolling Stones. En ik denk van, ja, heb ik nooit gedaan, maar ja, dat kan niet moeilijk zijn. Want ik doe zo ingewikkelde dingen. Dus dat is goed. Geef maar een LP, dan ga ik er wel naar luisteren. We hadden niks uitgeschreven, internet, dat zou eeuwen later pas uitgevonden worden, zo lang is dat geleden. En dus, ja, ik ging luisteren. Ik had nam een LP mee van ging lenen en daar stond Brown Sugar op. Dat was de geweldige plaat Sticky Fingers. Nog de originele met de rits. Kennen jullie die? Ja. Als je hem tegenwoordig koopt, dan zit de rits erop geprint. Maar als je de echte hebt, dan kun je dus echt die rits van die boek zo open en dicht doen. Nou, Sticky Fingers. Stond dan dit op. Het was veel harder, dus ik moet het even een beetje in toom houden in verband met de mensen die... En je probeert als je zo'n plaat uitzoekt, probeer je echt de verschillende nootjes te horen. Je probeert te horen van mis ik nog iets in de kleur, in de sfeer. En ik miste nog deze noot. Die hoorde ik niet. Die hoorde ik wel, maar die kon ik niet spelen. Wat een genie. Die Keith Richards, die doet dus blijkbaar dit. Zo. Hoe doet hij dat? Zo. En dan die noot erbij. Dat kan helemaal niet. Doet hij dat nou? Toen vroeg ik dus aan de gitarist van de band van, Jezus, ik weet echt niet hoe ik dat moet spelen man, want ik wil het wel goed doen. Die zegt anders. En toen zei hij, ken je het verhaal van Keith Richards niet? Ik zei, nou, ik ken hem niet. Toen zei hij van, nou ja, dat is echt een leuk verhaal. Keith Richards is meer eigenwijs, zei hij. Die doet het allemaal een beetje op zijn eigen manier. Toen hij net de eerste optredens van met de band, met de Rolling Stones, had hij een t-shirt aan en stond op, who the fuck is Mick Jagger? Want Mick Jagger was dus de CEO van de Rolling Stones, die zo'n beetje eigen touwtje in handen had en die zei van we gaan het zo en zo en zo doen allemaal. En Keith die zei van ja, zal wel, ik ga het op mijn manier doen. En hij had vrienden en die kwamen uit een andere wereld dan de wereld van de rock, die kwamen uit de country muziek. En die deden zoiets en dan kwam er een banjo bij, iemand banjo spelen.
En die banjo spelers die zeiden van, oh, haven't you heard of an open tuning, Keith? En Keith zei, vertaal eens even, dat is Engels, dat kan ik niet. Ik sta hier nou even hier in Amsterdam. Heb je nog nooit gehoord van een open stemming? Ja, geen idee, wat is dat? Nou, weet je, dan doe je dit. Dan sla je die snaar aan. En dan kun je zwaaien naar mensen. Hallo! Huh? Ik hoef die vingers dus nu neer te zetten. Nee, want dit is nu een akkoord geworden. En dan kun je dus bijvoorbeeld dit doen. Oh, dat is niks aan. Want rippengevoel had hij wel. Ook al kwam hij uit Amerika. Nou, als ik dan nou bijvoorbeeld die vinger hier neerleg, dan kan ik ook. Hey, dat is makkelijk. Nou, het eerste experimentje wat ik daarmee deed, zei Mick Jagger, had hij nog niet echt gehoord en die zei van, dit is niet de bedoeling. De bedoeling is dat jij goede dingen schrijft en wat moet je dan natuurlijk doen? Jij moet meer gaan doen, meer toonladders leren, meer akkoorden leren, blues toonladders. Want hoe meer je leert, hoe beter je het kent, hoe meer je denkt, oh, ik kan het nog niet, als ik nu maar eens even ga zoeken in wat ik nog niet kan. Dan ga ik dat allemaal doen. Dan gaan wij geweldige, sensationele songs gaan wij maken. En Keith zei, ja, is allemaal wel, ik vind het leuk. In zijn biografie, Live, een hele mooie plaat, of een heel mooi boek van Keith, zegt hij, toen ik dit een keer ontdekt had, oh, mooi was het. Maar dan heb je dit. En het klinkt op een of andere manier mooier dan wanneer je op de oude manier werkt. En toen ging hij een beetje schrijven, dus toen een liedje schrijven. Dus dit, vond hij dus dit echt. Met die toon erbij, die in één keer nu super makkelijk geworden is, want die zat net daar. Dus even twee dingen opgezogen. Dus niet zoveel meer aan. Toen vond Mick het prima, want het werd een grote hit. En toen ging hij meer liedjes schrijven op die manier. En bijvoorbeeld deze, jaren later was dit. Hoe heet die? Weet je dat? Staan hier. Is gebruikt door Windows bij het opstarten van een van die besturingsprogramma's die nu alweer zwaar verouderd zijn. Weet je niet meer hebben. Maar het is een goed voorbeeld voor. Een manier van, hij maakt het echt ongelooflijk simpel. Deze had ook een prachtige song, misschien is het iets wat minder bekend. Welke is dit? Jimmy Shelter. Jimmy Shelter, ja. Jimmy Shelter zegt een, ga maar luisteren, dat is echt zo'n mooie song. En eigenlijk altijd alleen maar die wijsvinger en dan deed hij nog één of twee dingetjes hier zo. En een paar akkoordjes maar, en daar heeft hij dus ongelooflijk veel songs mee geschreven die prachtig waren. Die heel veel, vergis je niet, als je het hebt over business. Als hij gaat slapen, Keith Richards, s'avonds, en 's ochtends wordt hij weer wakker, dan is er, weet ik het, $330,000 op zijn rekening bijgeschreven. Dus op een of andere manier heeft hij wel iets opgeleverd. Door het juist dus ongelooflijk simpel te gaan maken. Bekend verhaal is ook dat aan Keith gevraagd werd, what's rock and roll, Keith? Can you tell us the secret of rock and roll? En toen zei hij, well, the only thing you need to play rock and roll is 5 strings, 3 fingers, 2 chords and 1 asshole. Dat was zijn verhaal. Dus wat hij eigenlijk deed is, hij maakte het ongelooflijk makkelijk. Hij zei eigenlijk van, nou, bekijk het maar, ik ben eigenwijs. Ik ben autonoom figuur en dan ging het op zijn eigen manier doen. Tot slot. En daarna snappen jullie hoe dit samenwerkt. Wie is dit? Kleine quiz. I have a dream. Bijna goed.
Maar dat is, dit is Martin Luther King. I have a dream. I have a dream. Martin Luther King kwam. Ja, oh, zo snel is hij er nog nooit geweest. Martin Luther King kwam. Kennen jullie die Martin Luther King kwam? Dat is een, iemand die is nu 3 maanden bekend. Hij heeft een heel aparte website, martinlutherking.com. Ik weet niet hoe hij dat voor elkaar gekregen heeft. Hij is een zogenaamde universal problem solver. Dat betekent dat hij een manier heeft bedacht om wereldwijd alle problemen op te lossen. En hij heeft daar een bepaalde methode voor, Martin Luther King. En die heeft hij geleerd, vooral van Harvey Keitel. Keitel wordt wel eens gezegd. Die een rol speelt in de film Pulp Fiction. En kennen jullie de film Pulp Fiction? Quentin Tarantino? Daarin komt een personage voor die heet The Wolf. Winston Wolf. Wie denkt er nu aan iemand? Kun je je voorstellen wie dat is? Oké, okay, kun jij iets vertellen misschien van The Wolf, wat hij doet? Hij is een problem solver. Dus hij komt binnen, hij vraagt wat zijn probleem, drinkt een kopje koffie. Ja, dit is geniaal. Dus ze hebben een probleem. Het probleem is, ze hebben een aantal mensen om zeep geholpen en die worden achter in een auto gedumpt. En normaal gesproken is het dan allemaal klaar, maar Tarantino is, die denkt, oh, waar zijn we een probleem nu? Want die auto die moet dan ingeleverd worden en daar liggen een paar lijken in. En op een of andere manier moet dat opgelost. En ze zitten echt helemaal in het probleem. Ze vinden zich daar enorm over op, die criminelen. Van hoe moeten we dat nou gaan doen? En dan zegt iemand, wait. We have to call the wolf. Meteen, bang, heel spannend. Ik weet niet eens of het in echt gebeurt, maar heel spannend. Wie zou het zijn? In een uur moet het opgelost worden. Nou, in no time staat hij daar, de wolf. En die zegt, denk je, nu gaat hij meteen aan de slag. Zegt hij van, first, I want to have, je zegt, a cup of coffee. Oké, okay, hij doet een kopje koffie. En hij komt met de oplossing. En die oplossing is, wat zou die oplossing zijn? En dan probeer nu even het idee, wat jullie stiekempjes kunnen oppakken zo uit mijn verhaal. Als je het heel erg simpel houdt, simpeler dan dat je denkt dat het kan zijn, dan vind je de oplossing. Wat zou de oplossing zijn voor het probleem? Waar zij niet op kwamen. Soppen. Precies. Ze moesten soppen. Die lui moesten eruit en daarna moesten ze en moesten ergens naartoe en ze moesten heel snel de boel, want daar kwamen ze niet op. Dat is zijn idee. Hij had ook een spreuk, een motto. Misschien kennen jullie hem wel. Lord, grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to hide the bodies of those I have to kill because they pissed me off. Dit is zijn. Zijn persoonlijke motto. Van dat laatste stuk. The wisdom to hide the bodies of those I had to kill because they pissed me off. Daarmee loste hij in feite alles op. Hij had dus een motto. Dat motto bij Martin Luther King was. I have a dream. Maar het was niet alleen maar Martin Luther King. Het was Martin Luther King Kong. Wat doet Martin Luther King Kong, die net zo geniale problem solver is als de wolf. Wat doet hij? Hij bedenkt niet alleen zijn motto, zijn lijfspreuk, één zinnetje waar zijn hele bestaan in zit, maar hij zoekt er ook een uitvoerder bij. Hij stelt zich voor dat er een dier is, in dit geval een gigantische gorilla, en die gaat dat verkondigen als een gorilla. I have a dream. Sorry buren, want die power zit erin, zo hard. En hij doet het nog ook. Ook een spannende vraag, ter afsluiting. Waarbij alles een beetje samenkomt als je dat wilt. We hebben wat met improvisatie gedaan. Ik wil jullie vragen om te proberen om je motto, jouw lijfspreuk, misschien heb je er ooit over nagedacht, iets waar jij voor staat, een zinnetje wat weergeeft wie jij bent. Kan alles zijn. 3, 4, niet zo lang als die van de wolf, om die te bedenken. Probeer dat eens maar eventjes. Je hoeft er niks mee te doen, maar probeer eens maar eens te bedenken of je in een zinnetje samen kunt vatten wie jij bent, waar jij voor staat, wat jij wilt op dit planeetje. Denk er maar even een half minuut over na. Oké, wie heeft er iets gevonden? Ja, ik zou
dan? Wie zou dat willen delen? Oh, wacht even. Voordat we het gaan doen. Als je wat... Hebben andere mensen niks gevonden? Is dat moeilijk? Als je... Misschien schiet je zo nog iets te binnen. Tweede vraagje is, bedenk een dier dat bij uitstek geschikt zou zijn om dat motto waar te maken. Dus bijvoorbeeld, stel dat je motto is, liever lui dan moe, voorbeeldje, dan zou je kunnen denken aan een koe. Die kan dat namelijk heel goed. Dus probeer als je nu een motto gevonden hebt, om iets te vinden, een dier te vinden, gewoon een fantasie uit je dierenwereld, die dat zou kunnen uitvoeren. Probeer maar eventjes iets te vinden. Het derde opdrachtje zou zijn, doe dit in de, met de energie van dat dier. Bijvoorbeeld, het gaat om, ik heb een koe. Hoe zou dat kunnen zijn, bijvoorbeeld zo? Moet je heel lui van, liever lui dan Er zit niet zoveel energie meer in nu. Dus die koe, die gebruik je eigenlijk om dit uit te doen. Ander voorbeeld. Kijken of je kan. Ik ben de slimste die er is. Ik ben de slimste die er is. Je denkt aan de slang. Ik ben de slimste die er is. Zoiets. Probeer eens of je kunt voorstellen hoe dat zou zijn. Deze oefening heb ik ooit gedaan bij Capgemini. Dat kennen jullie wel. En ja, dus een consultancy design centers. Met de mensen die daar die cursussen gaven. En ja, die zeiden van, oh, wat een leuke oefening. Want er zit eigenlijk van alles nog wat in wat wij hier aan mensen vertellen. Hele ingewikkelde formules. Want het gaat om je visie, hè, je motto. Wat drijft jou? Maar je moet dat ook waar kunnen maken. Je moet dat zijn, whatever. Maar wat je op een of andere manier doet, is je gaat je voorstellen. Wat wil ik nou eigenlijk? En je probeert je voor te stellen, hoe zou ik dat kunnen voelen? Je maakt het wat ruimer. We zijn niet alleen maar mensen. Maar we zijn gedeelte van het dierenrijk. Want we zijn natuurlijk ook gewoon dieren. Er zijn schildpadden die zeggen, er zijn twee soorten wezens. Schildpadden en dieren. Tijgers denken in de regel, ja, tijgers en dieren. En mensen denken, je hebt mensen en dieren. Maar wij zijn gewoon, nou ja, dat hoef ik niet te vertellen. Een stukje biologie. Als je dat doet en je beeldt het uit, wat er dan gebeurt, is dat dan voel je in feite, ik weet niet of je dat kunt voorstellen, je voelt in feite de energie van datgene wat je wilt doen. Merk je dat net? Als je dat even voelt, dan ga je in feite de groove in. Dan pak je iets stabiels, de beat, een uitspraak, die staat, maar dan blijven we meestal hangen. Nee, een kopie, we hebben het besloten, dat is het. En dan kun je het opschrijven, maar je voelt het niet. En muziek, sfeer, energie, lossigheid, dat zit hem hierin. En dan kun je in een groove terechtkomen. Laatste dingetje. Kijk jullie of jullie dit kennen. Kijk of ik hem nog ken, een stukje improvisatie. Ik had het niet bedacht. Fout. Oh ja. Als je het hebt over muzikale metaforen, stel je gaat de stemming veranderen, dan verander je eigenlijk het kader van waaruit je werkt. En dan doe je dezelfde dingen en dan klinkt het in één keer heel anders. Nou, moeten we dit hebben. Thank you.
opnemen? Gelijk uitkomt. Je zingt niet, maar je zingt eigenlijk harder dan je ooit gezongen hebt. Dan gaan we proberen. One, two, gaat-ie. Er staat, ik heb op een rock.nl, dat is eigenlijk een plaatje. Wie zin heeft om een plek om te halen en thuis te proberen om iets van muziek te gaan maken. Met die muzikale partij die je hebt, dan kom er een beetje halen. Ik hoop dat jullie op een of andere manier iets aan hebben gehad. Er iets mee kunnen, het leuk vonden, whatever. Ik doe maar een beetje. Ik ga dat doen. En nou, ik wil jullie hartelijk bedanken voor jullie aandacht. En ik wens jullie wel meestal.